Ja, Pascal Bosgaard, jullie winnen met 13-1 van de fans. En met name jij was nog aardig fit. Maar goed, jij en ook Slory hebben natuurlijk onlangs nog wel gevoetbald op wat hoger niveau, hè? Ja, nee, ja, ik ben nog steeds aan het voetballen. Dus wat dat betreft blijk ik wel een beetje fit inderdaad. Maar weet je, uiteindelijk gaat het om plezier. En goed, weet je, de uitslag 13-1 inderdaad is een beetje geflatteerd misschien. Het is gewoon fantastisch om zo'n dag weer mee te maken, joh. Nu heb je in je carrière niet vaak gescoord, maar vandaag ook geen doelpunt, hè? Ook niet, maar wel een paar assists. Dus nee, weet je, uiteindelijk natuurlijk wil ik wel een keertje scoren met Oud-Feyenoord ook. Alleen, weet je, wat ik net al zei, zo'n dag is vandaag, weet je, tegen het legioen. Volgens mij hebben ze 30.000 aanmeldingen volgens mij gehad. En ja, goed, weet je, dat die gasten en een paar dames mogen spelen tegen ons, dus dat is ook voor ons fantastisch. Jij gaat wel stoppen nu als voetballer, hè? Je gaat als trainer aan de slag. Ja. Ga je het niet missen, denk je? Nou, dat weet ik niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Uiteindelijk ben ik gisteren al inderdaad dus mijn laatste wedstrijd geweest. Helaas door een gele kaart heb ik noodgedwongen. De laatste wedstrijd kan ik niet meedoen. Dus ja, gisteren was mijn laatste. En ja, goed, weet je, we gaan 11 juli aan de slag bij IJsselmeer voor ons. En een heel nieuwe stap van een nieuwe carrière. En ik heb er heel veel zin in. En of ik het ga missen, ja, weet je, dat weet ik niet. We weten ook al, hebben we al een aantal keer gemerkt, dat je ook als analist goed uit de voeten kan. Ja. Dus je komt altijd wel goed terecht. Ja. Even over het nieuwe seizoen van Feyenoord. Ja. Beker gewonnen. Wat verwacht je eigenlijk van komend seizoen? Natuurlijk, het is nog koffiedik kijken wat er allemaal wordt gehaald. Maar goed, er circuleren namen als Bas Dost. Ja, ik denk dat het alleen maar fantastisch is. En weet je wel, ik denk dat Feyenoord het afgelopen seizoen heeft laten zeken dat zij toch zeker in het begin heel lang mee hebben kunnen doen. En goed, de beker gewonnen. En ik denk dat zeker spelers die dan toch in het buitenland spelen, die misschien transfervrij zijn of voor een kleine vergoeding hierin gehaald kunnen worden, ja, dat die heel snel naar Feyenoord zullen komen. En kijk, dat Dirk Kuyt blijft is ook natuurlijk fantastisch. Filena, dat is misschien jammer. Had ik zelf nog graag in het Feyenoord te zien lopen. En ik denk dat met een paar gerichte versterkingen, dan kunnen we denk ik wel weer meedoen voor het kampioenschap. Nu is er altijd zo'n discussie, hè? Moet je nou veel ervaren spelers halen? Nou, de laatste twee jaar haalt Feyenoord best wel veel ervaren spelers binnen. En ja, lijkt de jeugd een beetje onderbelicht. Hoe sta jij in die discussie? Ik denk dat je inderdaad wel een juiste mix moet hebben. Ik vind inderdaad het ook fijn dat de jeugd ook een kans moet krijgen. Want daarvoor ben ik zelf ook destijds weggegaan. En uiteindelijk zie je dat de jaren hiervoor, dat ze toch ook wel wat jeugd kans geven. Met Van Beek, Karsdorp, Vilena, ja, goed, noem ze maar op. En uiteindelijk is het heel belangrijk dat Feyenoord ook in die jeugd weer stappen gaat maken, zeg maar, naar het eerste toe. Alleen goed, je ontkomt er niet aan dat er wel een paar ervaarkrachten bij moeten. Dus je moet daar wel de juiste weg in vinden. Het was onrustig buiten het veld, hè, met de supporters die eigenlijk het hoofd eisten van Martin van Gilde, technisch directeur, in mindere mate Gudde. Toch blijven ze, alles lijkt weer pijs en vrees. Is dat een goede zaak? Nou ja, ik denk uiteindelijk is rust het belangrijkste. En weet je, wij weten allemaal niet hoe het achter de schermen gaat. En volgens mij heeft, als je zeg maar de bedragen die Martin van Gilde heeft binnengehaald aan spelers, en ook heel weinig heb uit hoeven geven, zeg maar, aan spelers. Ja, dan is dat in ieder geval een positief iets. En ik denk dat het Feyenoord gebaat is bij rust. En wie dan de personen zijn die dat moeten doen, daar ga ik zelf persoonlijk niet over. Maar ik denk dat inderdaad rust het belangrijkste is. En vandaar het gewoon weer mee gaan doen aan de titel. Dat seizoen gaat pas over een maandje beginnen. Eerst nog het EK. Ja. Nederland doet niet mee. Ja. Ga je kijken? Nou ja, goed, ik ga zelf volgende week zondag op vakantie. Ik ga inderdaad wel wat wedstrijden proberen op tv te kijken. En dat Nederland niet meedoet, dat is een heel sneu iets. Ja, eigenlijk ondenkbaar, hè? Zeker als je ze nu de laatste weken toch ziet spelen tegen EK-deelnamers, tegen Polen, tegen Oostenrijk. Het is heel anders inderdaad, weet je. Je leeft natuurlijk naar zo'n EK toe wat Nederland eigenlijk gewoon bij hoort te zijn. En nu leef je daar helemaal niet naartoe, weet je. Het leeft ook bij mij ook zelf persoonlijk helemaal niet. Ik weet ook niet wie ik zeg maar moet gaan aanmoedigen of wie ik moet gaan bekijken. Ik denk dat België wel hoog gaat eindigen. Dus ja, dat je misschien een wedstrijdje in België zal zien. En het leeft niet. Goeie vakantie. Dankjewel, gaan we lekker.